De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Beste medegelovigen, van harte welkom bij de viering van de liturgie van de derde Paaszondag. Degenen die aan Gods geboden houden, kennen ze God. Maar degenen die aan Gods geboden niet kunnen houden, het is door hun onwetendheid. Laten we God vragen om de vergiffenis voor onze onwetendheid en voor de bepaalde houdingen en de manieren waarmee we aan zijn geboden niet kunnen houden. Jezus werd herkend aan het breken van het brood. Laten we bidden voor de ongelovigen, dat ze mogen God weten en ze mogen tot bekering komen. In deze Eucharistie, om Jezus te herkennen bij het breken van het brood, willen wij om zijn vergiffenis vragen. Ik belij voor de Almachtige God en voor u allen dat ik zo niet heb die woorden gedacht, die doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn God. Daarom spreek ik de Heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, maar met de bidden tot de Heer ons God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer en God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Gij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader. Heer God, lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Wat gij alleen zijt, Heilige, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, laat u volgen dat de geesten dat u hebt vernieuwd en verjongd altijd reden hebben tot vreugde. We zijn gelukkig nu gij ons weer hebt aangenomen als uw kinderen. Heeft de tweede dag van de opstanding hoopvol en blij tegemoet zien. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God tot de eeuwen der eeuwen. Nu gaan we luisteren naar het woord van God. Eerste lezing uit Handelingen. In die dagen zei Petrus tot het volk: de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend, ofschoon deze geoordeeld had hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de heilige en gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van die moordenaar gevraagd. De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood. God heeft hem evenwel uit de doden doen opstaan. Daarvan zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monden van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven, heeft hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist. Zo spreekt de Heer. En dan
Bidden we nu samen de antwoordpsalm. Heer, laat uw plicht over ons opgaan. Heer, laat uw plicht over ons opgaan. Als ik u roep, geef mij antwoord, God, die mij recht verschaft. Gij, die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig. Verhoor mijn gebed. Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. Zegt men, wie brengt ons geluk? Heer, laat uw licht over ons opgaan. Als ik mij neerleg, slaap ik gerust. Gij maakt mij vrij van zorgen. De tweede lezing is uit Johannes. Vrienden, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand zonde bedrijven, we hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die heel zondeloos is, die al onze zonden goed maakt, en niet alleen in die van ons, maar die van de hele wereld. Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs, dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet stoort aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Dan weten we zeker dat we in hem zijn. Zo spreekt de Heer. Halleluja, Heer Jezus, ontsluit voor ons de schriften. Doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. Halleluja. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl zij daarover spraken, stond hij zelf plotseling in hun midden en zei: vrede zij u. In een verbijstering en schrik meenden zij een geest te zien, maar hij sprak tot hen: waarom zijt ge ontsteld? En waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Betast mij en kijkt, een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat ik heb. En nou zo gesproken te hebben, toonde hun zijn handen en voeten.
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei hij tot hen: Hebt ge hier iets te eten? Ze reikte hem een stuk geroosterde vis aan. Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: Dit zijn mijn woorden, die ik sprak toen ik nog bij u was. Alles moet worden vervuld wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Toen maakte hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei hun: Zo spreken de schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Woord van de Heer. Beste broeders en zusters, afgelopen maandagmorgen ben ik voor een week vertrokken naar ons thuis. En als ik zeg ons thuis, dan bedoel ik naar mijn eigen vader en moeder in Drunen. Een week, even met twee beentjes weer op de grond komen, aan een drukke tijd, want in de parochie daar blijft altijd van alles in beweging en gebeuren. En als je dan wat thuis bent, dan kun je ook meer tijd besteden aan studie. Dan zal ik de komende weken toch wat meer tijd aan moeten gaan besteden om zo het een en ander ook af te ronden. Daar zit natuurlijk tijd in. En als je dan van het een naar het ander gestoord wordt, alle goeds in een parochie natuurlijk, moet je ook keuzes moeten maken in een parochie. Als je dan zo'n week thuis bent, is het natuurlijk heel prettig. Er is verzorging bij, er is een moeder die zal koken, ons klaarzetten, zorgt dat je drie keer per dag eet. Een vader die meehelpt in het huishouden als hij thuis is. Ik heb gezien dat er een goede rolverdeling is tussen die twee. Ik ben natuurlijk blij om dat ze er eigenlijk allebei een hele week kunnen vermaken. Maar nog mooier is het dat ze ook af en toe zeggen: Bas, kom van die bureaustoel af. We gaan even ertussenuit, dat wil zeggen een half uur, een uur wandelen of met de auto naar een van de omliggende dorpen in Drunen. Nou ken ik die dorpen ontzettend goed, omdat ik daar ben opgegroeid. Drunen, Heusden, Wolk. Ik ben in een bos geweest, die ken ik nog veel beter. Maar als je zo die plaatsen doorrijdt, dan zie je dat er in die 25 jaar dat ik daar weg ben uit Drunen, toch ontzettend veel veranderd is. Hele woonwijken zijn op de grond uitgestampt. En dan zie je ook nieuwe straten waar ik nog nooit ben geweest. 25 jaar geleden was het nog gewoon weiland. Het viel me eigenlijk nu deze week pas op dat er zoveel veranderd is. En het zal hier in Wolder ook niet anders zijn. Ook hier zijn hele nieuwbouwwijken de grond uitgestampt. En als je lange tijd weg bent en je komt terug, dan zul je ook zelf kunnen ervaren, er is hier heel veel veranderd. Maar in die nieuwe wijken, nieuwe straten, soms een heel doolhof. Ik vind het nog steeds hier in ons eigen dorp, als ik ergens moet zijn op een adres. Ik zet graag de tom-tom aan in de auto, toetst het in. Nummer, straat, het nummer. Het mooie ervan is dat ik ook nog eens weet als ik in de auto zit, dat ik rechts of links van de straat moet zijn. Een doolhof, een labyrint, u kent het. Maar als we eerlijk zijn, dan kunnen we misschien ook stellen dat ook ons eigen leven, ons menselijk leven, dat we dat soms kunnen vergelijken met een labyrint of een doolhof. En dan bedoel ik ermee als we iets meemaken, moeilijks, iets pijnlijks, een ontslag van het werk, misschien een mededeling van
De dokter of de arts, je bent ongeneeslijk ziek. Scheiding. Ik denk dat we een heleboel voorbeelden kunnen opnoemen. Je leven kan zomaar op de een of ander moment op zijn kop worden gezet. En zodat je dan ook geen goede weg meer kunt vinden. Hoeveel mensen beamen dit ook niet met de woorden: het lijkt wel op een film. Zo snel wordt het dan. Of ik kan mijn weg of mijn draai nog niet vinden. Dat is een uitspraak die mensen toch vaak doen. En ik denk dat het zo gelijknamig ook lijkt bij die leerlingen van Jezus die de ervaring hebben opgedaan dat hun vriend niet meer onder hen aanwezig is. Is alles nou voor niets geweest? Zijn we dan zo stom geweest om hem te volgen? Zijn we ook nu zelf op een doodlopend spoor gezet? Niets menselijks is ons vreemd, zegt een spreekwoord. Wij kunnen de reactie van die leerlingen van Jezus, denk ik, heel goed voorstellen. Want voor de leerlingen van Jezus is het nog helemaal geen Pasen. Ze staan nog stil bij die Goede Vrijdag, bij dat verschrikkelijke gebeuren, daar op die berg Golgotha. Bij het verdriet en de leed van Goede Vrijdag kunnen ook wij ons mensen veel meer voorstellen dan bij die vreugde van Pasen. En zo vergaat het velen. Er was eens een jonge missionaris uit Amerika en die vertrok kort na zijn afstuderen naar den vreemde. Hij koos ervoor om te gaan leven met een groep hele arme mensen ergens in de bergen. En hij mocht hun pastoor worden. Na 5 jaar kwam hij terug voor een welverdiende vakantie. Het seminarie waar hij gestudeerd had voor priester nodigde hem uit om te komen te vertellen hoe gaat het nu in je land waar je werkt, waar je woont. En hij mocht een praatje houden voor de staf en voor de studenten. Hij aarzelde, maar uiteindelijk heeft hij het toch gedaan, hij zegt het toe. En toen hij eenmaal in gesprek was met zijn oude school, vertelde hij ook waarom hij zo geaarzeld had. Hij was, zo vertelde hij, heel dankbaar voor de opleiding die hij mocht genieten. Iedereen in de zaal, die voelde wel aan dat er op die dankbaarheid een maar moest volgen. Maar, zo ging het inderdaad verder, het seminarie had hem vooral een verrijzenis en een paasgeloof meegegeven. En natuurlijk, hij was zelf heel enthousiast in het begin. Het gaf een blijmoedige kijk op het leven, waardoor je ook de zekerheid kreeg dat het ondanks alles goed met mensen af zou lopen. Maar toen kwam ze maar. Maar, zei hij, bij die arme mensen waar ik nu werk, waar ik nu mag wonen, zijn parochie, kon hij niets aanvangen met dat paasgeloof. Het allerduidelijkste merkte hij dat in de Goede Week, want van alle kanten kwamen mensen in grote getale om de Goede Vrijdag mee te vieren. Ze vereerden het kruis, vastgepakt, het werd gekust, het werd met een doekje met olijfolie door mensen ingevreven, dat doekje met olijfolie ging men naar huis, alsof ze werkelijk waar de echte Jezus in handen hebben gehad, in levende lijven. Maar na de Goede Vrijdag bleef ik leeg in de kerk. Met Pasen kwam er maar een enkeling. Wellicht, zo besloot de jonge missionaris, zijn wij Westerlingen voor veel mensen te vlug aan Pasen en aan die overwinning van die dag toe. Terwijl zij, dus die armen, veel dieper in die ellende zitten. Een echte kruisweg waar ze nog niet overheen kunnen kijken.
Beste zusters en broeders, in sommige oude kerken vind je wel eens het beeld van een zogenaamd Christus op de koude steen. Ik weet dat er in de bossen Sint-Jan eens staat, stralenomgang, kerk een keer bezoekt, dan loop maar eens een keer achter het droogkoor door, al die straalkapellen, als die open zijn tenminste, en dan zul je die Christus vinden, die zit op een koude steen. We willen zeggen met de handen in het haar. Het is namelijk het beeld van Jezus die zit op een stuk rotsblok, even rustend na de geesteling door de soldaten van Pilatus. Het is ook een beeld van een geslagen en een doodvermoeide mens. In veel Oost-Europese landen hebben veel mensen juist deze afbeelding van Jezus in huis. Zoals er bij u en mij wellicht een Mariabeeld of een Heilig Hartbeeld ergens staat, zo staat daar Christus op de koude steen. En als die landarbeiders dan thuiskomen na een zware en vermoeiende dag, dan zitten ze een ogenblik voor dat beeld van die gewonde Heer. Het geeft hun de erkenning, de herkenning en ook de moed om verder te gaan. Want aan Pasen zijn ze blijkbaar nog lang niet toe. Zo vergaat het ook die leerlingen van Jezus in het evangelie van vandaag. Ze zijn met hun hoofd nog veel te veel bezig met het lijden van Jezus. Maar moet je eens voorstellen, ook die bedreiging die hen zelf benauwt. Je was toch een leerling van Jezus? Jij hoorde er toch ook bij? Dus voorstellen. Zelf zou ook opgepakt kunnen worden. Dit is Jezus, gekruisigd, datzelfde lot ondergaan. We weten inmiddels dat er verschillende vrienden van Jezus ook hun dat lot beschoren is. Jezus laat zich zien. Misschien is het ook daarom dat Jezus zo uitdrukkelijk eerst zijn gewonde handen en voeten laat zien. Dat hij de gewone behoeften uit het dagelijks leven onderstreept van eten en drinken. En dat hij zo uitgesproken de schrift aanhaalt waar verhaald wordt over het lijden. Want hoe we het wenden of keren, de overwinning van Pasen komt pas door het lijden en de dood heen. En van de andere kant, alleen door de verrijzenis en het leven komt er uitzicht voor hen die nog in lijden en in dood gevangen zijn. Amen. Willen we samen bidden voor ons geloofsbelijdenis op plaats van de zes. Ik geloof in één God, almachtige Vader. En in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil op de hemel neergedaald. Hij werd voor ons gekruisigd, hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en begraven. Hij zal wederkomen in heerlijkheid te oordelen levenden en doden, en aan zijn rijk komt geen einde. Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijk, gesproken heeft door profeten. Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden. Bidden we tot God
van Abraham, Isaac, Jacob, die zijn dienaar Jezus uit de dood heeft opgewekt. Sta Paus Franciscus en alle verkondigers van het evangelie bij en open door de verkondiging van de blijde boodschap de harten van velen. Laat ons bidden. Schenk aan de machtigen van deze wereld een geest van eerbied en respect voor ieder mensleven, dat zij de weg van de barmhartigheid zullen volgen. Laat ons bidden. Voor alle mensen die God met hun eerlijk hart zoeken, laat hun harten branden van liefde. Laat zij de Heer herkennen in het breken van het brood. Laat ons bidden. Om troost en sterkte voor alle die lijden of ziek zijn, dat wij aandacht hebben voor eenzame, armen en zieken, en hen omringen met genegenheid en zorg. Laat ons bidden. Binnen deze eucharistieke roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze en het godgewijde leven. Wij bidden voor hen die in de afgelopen weken, vorige week zondag, afgelopen zondag, tot priester zijn gewijd in ons bossenbisdom Jan ter Maat. We bidden ook voor hen die zich voorbereiden op het priesterschap, dat zij alle herders mogen worden naar het goede voorbeeld van Jezus Christus. Laat ons bidden. We bidden voor Feline van Dijk, die vanmiddag in de Nicolaaskerk het sacrament van het doopsel zal ontvangen. Dat zij mag opgroeien tot kind van God, omgeven met geloof, hoop en liefde. Laat ons bidden. We bidden voor de intenties die zijn aangereikt voor deze heilige mis en wiens naam we ook noemen. Piet Jansen, Marinus Leijten en Mia Hertogs, de echtgenoten, Annie Stokbroeks, Waterschoot, Piet Wouters. We bidden ook voor Carina Wiekman van der Braak, 88 jaar. Vooral zal de uitvaart plaatsvinden komende dinsdag in besloten kring vanuit de Martinuskerk. Dat al onze dierbare overledenen, ook hen die we niet met naam hebben genoemd, thuis mogen zijn in die vreugde en vrede bij God, die geen einde zal kennen. Laat ons bidden. Bidden we een moment in stilte. Vader, Hij die wilt dat alle mensen leven hebben in overvloed, wees het niet op onze levensweg. Wek ons tot leven met uw liefdevolle nabijheid, vandaag en al onze dagen, door Christus onze Heer. Amen. Deze voorbeden besluit de dienst van het woord. We zullen de altaartafel in gereedheid gaan brengen. Uw gaven verzameld in de collecte. Waarvoor dank.
broeders en zusters, het mijne of uw offer aan pad kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen Heer het offer uit van de aannemen, tot lof en eer van ons en naam, tot welzijn voor ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, wij bidden u aanvaard de gaven die de kerk u vol vreugde brengt. Uw reis zijt gij de bron van onze blijdschap. Geef ons dan ook de eeuwige vreugde door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaken. Verhept uw hart. Wij zingen ons hart bij de Heer. Brengen we dank aan de Heer onze God. Wees onze dank aan de Heer. U danken wij, Heer God, omwille van de heerlijkheid en om heilig gerezen te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij houdt nooit op zich om geheel en al voor ons te geven. Hij spreekt voor ons bij u ten beste voor altijd. De offer is volbracht. Hij sterft niet meer. Hij is het lam dat werd gedood en toch in leven blijft. Vreugde om het paasfeest vervult ons. Mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel. De machten en de krachten die u loven, die u niet toe jou zonder eind. Heilig, 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 de Heer de God de hemelse macht. Ons en hemel en aarde voor uw heerlijkheid, ons haar in de hoogte. Gezegend en die komt op de naam des Heeren, ons haar in de hoogte. Heer onze God, gij zit heilig en goed, en zo bekend met ons, dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult u vergeten, dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die hij heeft voortgebracht en uitgezonden heeft, om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken u dat hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken u dat hij de naam geworden is voor elendse leven ten einde toe. Heilig deze gaven in de daal van de Heilige Geest. Dat zijn voor ons woorden het lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Want in de nacht dat hij zijn leven gaf, nam hij brood in zijn handen, hij zegende u, hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Nam hij de beker, zegende u weer, en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, aldurende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken in deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. Neem uw plaats. Heer onze God, zo gedenken wij hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien, die hij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, ook boven alle namen. Jezus, de Heer is hij, die is en blijft zal, uw rechterhand, tot hij komt, verkondigen
verkondigen wij hem door deze levensbeker en door het brood dat wordt gedeeld. Wij willen u zetten, uw geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet voor gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en de dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u uit kracht van hem, de mensenzoon, hier in ons midden. Wij vestigen uw kerk die de ballingschap is en maak haar een in liefde en geloof. Tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Heratus, onze bischop, Robertus en hulpbischop, met alle bischoppen. Samen met heel uw volk, met Maria altijd maakt de moord van de Heer, met de apostelen, martelaren en alle heiligen, vragen wij uw barmhartigheid voor levenden en doden. Erkennen wij grootheid en brengen wij u onze dank. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, de eenheid van de Heilige Geest, Heer nu en tot de eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk wordt, uw wil geschieden, Vader, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons de schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gestoen door barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht van de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt een apostel gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. U bent ons verbonden, vrede en alle goeds vanuit de kerk in Woude. U in de kerk aanwezig, geef u elkaar een goed van vrede. Van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Lam God dat wegneemt de zonen der wereld. Lam God dat wegneemt de zonen der wereld. Lam God dat wegneemt de zonen der wereld. Zalig zij die gerodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonen der wereld. Heer, ik ben niet waardig, Heer, dat het eind ons brengt. Als Gij daar in zal het zonder worden. Ja, van Christus.
voor Christus. We gaan naar Christus. We gaan naar Christus. In de scripten was voorspeld. Christus moest lijden en sterven, en op de derde dag rijzen op de doden. Zij nam met de bekering vergiffenis verkondigd worden onder alle volkeren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer, we bidden u. Hij zit met ons op weg gegaan
Hebt u ons gesprek gemengd en het breken van het brood hebben we u opnieuw herkend. Blijf bij ons, ook als het avond wordt. Dat we met u door het leven gaan, eenmaal delen in uw heerlijkheid, waar hij leeft en heerst de eeuwen der eeuwen. We wensen u vannacht een mooie zondag toe, weer een goed begin van weer een nieuwe week. En dat zullen we doen onder de zegen van de goede God. Laten we die mogelijk gaan staan. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees de groet, Maria. Vol van de genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend door uw vrouw. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in het uur van onze dood. En laten wij alle heen gaan in vrede. Wij danken God.